Welkom weer bij Drimmelen Politiek, een volgende aflevering. En dat is voorafgaand aan de opinievergadering hier in het gemeentehuis en zelfs in de raadzaal. De voorstellen die op de agenda staan, die toetsen ze met elkaar. Elke politieke partij krijgt de gelegenheid om daar hun eigen mening over te uiten. En wij hebben vanavond twee gasten. Onze eerste gast van de VVD, Mario Ruijs, zeg ik goed, hè? Ja, dat klopt. Goedenavond. Ja. Er zijn vanavond twee agendapunten en het gaat ook over een container voor papier. Vertel. Ja, we gaan het hebben over de papiercontainers die aangeschaft gaan worden. Dat is een voorstel van de raad, aangeschaft gaan worden voor de inwoners. Ja. We kennen allemaal de manier waarop we allemaal oud papier op bundelen thuis. Ja, dat kan niet meer, heb ik begrepen. Nee, dat klopt. Hmm. Daar gaat verandering in komen. Ja. We hebben allemaal ons doosje thuis, of misschien een krat in de schuur of in de bijkeuken of wat dan ook. En daar moeten we nu gebruik maken van de papiercontainer. Dus het gaat om het ophalen van het papier. Dat nu niet meer gedaan gaat worden op de manier zoals het... Inderdaad, niet meer zoals we gewend zijn, dat we de doos aan de straat zetten. En dat die opgehaald wordt, maar nu zitten we de container aan de straat. Een container. Ja. Hey, container. Maar ik heb er al tig. Dat nog klopt. Eentje erbij? Dat klopt. We hebben inderdaad een derde container inderdaad, die er dan bij gaat komen. Hoe groot wordt die ongeveer? Dat is 240 liter, diezelfde maat. Ja. En als ik nou een balkon heb, wat doe ik dan? Ja, dat wordt heel lastig. Er zijn natuurlijk behoorlijk wat zorgen en vragen bij de inwoners toen dat bekend werd. We hebben als VVD daar ook ons voor ingespannen om het geluid van de inwoners te horen. Er is Hoe een enquête aangevraagd. Oh, oké, sorry. Ja. En daaruit bleek dat ongeveer 60% van de mensen niet echt een probleem vond om een container in plaats te geven, maar 30% wel. Het zijn inderdaad de mensen die een kleine tuin hebben of een appartement. Want je kan natuurlijk ook het papier gewoon bij het vuil doen, maar we gaan natuurlijk allemaal scheiden. Ja. Want levert het nog wat op dan? Nou, als het goed is, stimuleert zo'n container wel om extra te gaan scheiden inderdaad. Waar je normaal toch een stukje papier bij het restafval hoort, zou die container voor betere scheiding moeten zorgen. En dus een opbrengst inderdaad. Ja. Ja. En waar wordt die opbrengst dan voor gebruikt? Nou, die blijft binnen het hele... Zoals het was. Circulaire potje voor. En dan is natuurlijk de hamvraag, wat gaat het mij kosten dan weer een extra container? Als inwoner gaat het geen geld kosten in ieder geval. Oh. Ja. Het zou voorlopig 6 euro per jaar minder aan uitgaven minder. Moeten betekenen. Ja. Dat is nu beoogd inderdaad. Maar je blijft natuurlijk wel als VVD daar scherp op dat het ook gaat gebeuren. Okay. En zo blijft. Ja. Niet dat het een jaar erop alsnog verhoogd wordt. Ja. Dus het kost geen geld. Maar er moet wel geld op de tafel komen om die containers te kopen en uit te delen en weer op te halen. En hoe gaat dat dan? Nou, dat gaat een aanbesteding worden. Hè. Dus die containers worden aangeschaft als het ware voor de inwoners. De inwoners hoeven niks te betalen. Nee, maar er moet wel geld komen natuurlijk om dat te doen. Ja, waar halen we dat vandaan? Daar hebben we inderdaad gewoon de financiën voor bij de gemeente die we kunnen verdelen als raad. Daar gaan we zo over discussiëren. En daar gaat natuurlijk dat voorstel over? Ja, daar gaat het voorstel over. Of wij het daar mee eens zijn of niet. Ja. Ja, en jullie zijn voor? Ja, inderdaad. We hebben in de enquête duidelijk gezien dat er een hoop mensen ervoor zijn. Mm-hmm. Dus? Ja, we zouden er eigenlijk graag mee in willen stemmen. Ja. Maar met wel een aantal kanttekeningen. Vertel. We hebben natuurlijk de mensen met een kleine tuin, mm-hmm. of met een appartement. En daar kan natuurlijk ook een situatie ontstaan waarbij de tuin zo klein is, dat een derde container toch voor ongemak gaat zorgen. Daar zijn in het raadsvoorstel ook een aantal punten voor benoemd. Een bepaalde grens wanneer je wat maatwerk zou kunnen krijgen voor jouw papier. En dat betekent eigenlijk dat er een andere oplossing komt dan een papiercontainer. En weet je dat? Kan je dat vertellen? Dat is ons als VVD nog onduidelijk. Want in het voorstel staat dus niet precies concreet wat voor En komen jullie dan met een suggestie? Of straks? Nou, wij willen eigenlijk dat de wethouder ons toch snel gaat voorzien van concrete maatwerkopties. Hè? Wat zou dat dan betekenen als je een appartement hebt? Hoe gaat het er voor jou dan uitzien als inwoner? En hebben jullie zelf daar ideeën uit die enquête kunnen halen? Nee, nog niet. Wij hebben ze wel gelezen, maar het zijn toch wel zaken waar het beste ook bij de buurgemeente gekeken kan worden die het al gebruiken. Welke opties zijn er? En als je nou in een flat woont, hè, en je hebt een gezamenlijke afvalruimte, die grote containers, hoe gaat dat dan? Nou, er zijn inderdaad verschillende containers die gedeeld kunnen worden in zo'n ruimte, maar dat hangt echt per situatie af. En ik denk dus dat wij nog een heleboel te doen. Moeten gaan leren van de buurgemeentes. Ja, dat is goed. Wacht op die onderzoeken, maar wij zien die heel graag snel verschillen. Even kort dan, hoe lang denk je dat het, want 14 december staat het op de
wordt het wel of niet afgetikt, hè? Eventjes ja. Dat in het midden gelaten. Maar stel het wordt afgetikt, hoe lang gaat zoiets dan nog duren voordat die container er daadwerkelijk komt? Nou, het hele traject wat nu in het voorstel staat, betekent dat er, als het alles goed gaat, eind 2024 containers zullen zijn. Mm-hmm. En dat er dan gestart gaat worden met de inzameling met de containers. Nou, we gaan het zien. Ja, dankjewel goed. Voor je bijdrage. Graag gedaan. Ook tot de volgende keer. Oké, doei. Doei. Onze volgende gast is de fractievoorzitter van het CDA, Luc Rullens. Goedenavond. Welkom weer. Ja, dankjewel. Een ander onderwerp voor deze avond, opinie, is de locaties toewijzen voor asielzoekers. Ja. Nou, volgens mij is dat al jaren bezig. Ja, nee, zeker. Dat is een onderwerp wat al langer speelt in deze gemeente. Maar natuurlijk wel een belangrijk onderwerp, zeker hoe we het nu zien in Nederland. Hoeveel moeten we nog, moet er nog gehuisvest worden? Nou, momenteel is het zo dat er gekeken wordt naar twee locaties voor beide 75 mensen, 75 asielzoekers. Mm-hmm. Punt is altijd dat dat een beetje fluctueert. Dat getal dat beweegt op en neer. En wie bepaalt dat dan? Ja, dat wordt landelijk bepaald. Landelijk krijg je een soort van taakstelling, noemen we dat, met een duur woord. En tegelijk wordt dat dan in regio's onderverdeeld. En wij vallen binnen de baronieregio en daar lossen we dat samen op. Oh, dat is het COA toch? Die dat... Het COA is de landelijke organisatie. Yeah. En samen met het ministerie van Justitie en Veiligheid bepalen hun wat welke regio moet doen. En vervolgens gaan we als gemeente Drimmelen in die regio kijken hoe het zit. Duidelijk. Wat zijn nou de geopperde locaties op dit moment? Nou, er is nog een hele lijst met locaties, maar wel te weten in drie dorpen, namelijk Maarden, Ter Heide en Lage Zwaluwe. Mm-hmm. En als ik het goed wel heb, dan zijn er ongeveer per dorp nog vier locaties in de race, om het even op die manier te verwoorden. Maar uiteindelijk moet het college daar iets over bepalen, want de beslissingsbevoegdheid ligt bij het college. Ja. Maar tegelijkertijd mogen wij vanavond als raad daar wel ons zegje over doen. Oh, dus het is deze keer zo dat niet de gemeenteraad dit grote plan, wat al helemaal in elkaar gezet is, beslist. Maar het college zelf? Nee, er wordt advies gevraagd aan de raad, maar het klopt dat het college uiteindelijk de beslissing heeft. Oké. En jullie gaan met elkaar vanavond straks van mening wisselen van ben je het daarmee eens en ben je het daarmee eens? Klopt helemaal. Ja, zeer zeker. En even heel kort, kun jij ons vertellen wat de procedure dan geweest is om tot dat hele grote stuk met heel veel informatie te komen? Ja, er is best wel veel gebeurd. Het college heeft echt besloten, en dat vind ik persoonlijk goed, ook namens het CDA, dat het college heeft besloten, joh, we gaan hier zelf de regie op pakken. Het college heeft besloten, wij gaan drie inwonersavonden organiseren in verschillende dorpen. En dan gaan we van meet af aan kijken. Drie avonden per dorp? Nee, in totaal van de gemeente zijn er drie avonden geweest in verschillende dorpen. Zo en zijn die goed bezocht? Die zijn zeker goed bezocht, ja, dat is zeker goed bezocht. En daar is vervolgens een werkgroep uit voortgekomen van geïnteresseerde mensen die nog wat verder daar hun steentje aan bij willen dragen. De bewoners. Ja, klopt. En voor de rest heeft een groep ambtenaren zich hier mee bemoeid. Uiteraard. Enzovoort. Jullie geven straks allemaal je mening. Ja. Die punten worden meegenomen. En hoe gaat het dan verder? Het college heeft beloofd in een raadsbrief, als ik het goed heb, dat ze begin 2024 uiteindelijk een definitieve beslissing nemen. Yeah. Vervolgens worden dan waarschijnlijk twee locaties gekozen, waar dus per locatie 75 mensen, asielzoekers, gehuisvest gaan worden. Maar vervolgens heeft het college daar ook over gezegd, en daar ben ik heel blij mee, dat juist dan ook daar weer die inwoners gesproken gaan worden. Want ik kan me goed voorstellen dat wanneer er ineens een asielzoekerscentrum, ook al is het maar heel klein, 75 mensen, bij jou vier huizen verderop komt, dan wil je daarin gekend worden. Je hebt vragen, je hebt zorgen, die moet je kunnen delen, die moet je kwijt kunnen. En het belangrijkste, daar moeten antwoorden op komen. Dus dat is een hele goede stap. Dus het CDA wil heel graag, als de beslissing gevallen is, wederom bewonersavonden. Zeker weten. En daar moet het ook niet bij blijven. Die bewonersavonden moeten er komen, maar vervolgens moet het ook zo zijn dat wanneer mensen alsnog zorg hebben, na die bewonersavonden, dat ze die kwijt kunnen. Dat daar het gesprek over gevoerd kan worden op een normale en volwassen manier. En wat voor zorgen kunnen ze kwijt, denk jij? Ik kan me goed voorstellen, wanneer er 75 onbekende mensen uit een ander land bij jou in de straat komen wonen, dat je zelf zorgen maakt over wat doen die mensen op een dag? Wat is hun dagbesteding? Mm. Is het allemaal goed georganiseerd? Is dat pand wellicht wel veilig? Wat gaat er gebeuren wanneer er een onveilige situatie ontstaat? Soort zorgen, daar kan ik mezelf iets van inbeelden. Ja, want de taal is natuurlijk ook anders. Waarschijnlijk, er zullen mensen aangesteld
moeten worden of in de buurt zijn, ja, zodat je kan communiceren. Zeker. En dat is ook het moeilijke. Hè? Kijk, het COA gaat daar veel voor doen. En tegelijkertijd moeten wij daar als gemeente COA ook... COA was die landelijke organisatie. Ja, dat is die landelijke club, ja. Het COA. Het Centraal Opvangorgaan Asielzoekers. Maar tegelijkertijd moeten we daar als gemeente ook vol mee aan de gang. Mm-hmm. We moeten dit niet uitbesteden aan het COA en zeggen, we zien wel. Nee, mm-hmm, wij moeten daar met onze voet tussen de deur zitten om dit op een goede manier af te ronden. Mm-hmm. Want het gaat om onze dorpen. Ja, helemaal duidelijk. Nou, niemand zal tegen het niet kunnen helpen van mensen in nood zijn. Maar inderdaad, er zit een heleboel, wat je terecht net zei, een heleboel eisen aan. En hoe kunnen deze mensen die een onderdak krijgen toch fijn wonen binnen onze eigen gemeenschap? Ja, tegelijkertijd... Kijk, ik weet het niet. We staan ook aan het begin van deze avond. We gaan zien hoe de verschillende partijen erover denken. Mm-hmm. Voor het CDA is het heel duidelijk en helder. Wij staan voor twee dingen. Solidariteit en gespreide verantwoordelijkheid. En dat betekent, als je gespreide verantwoordelijkheid, als je daarover wil hebben, dat je niet de Zwarte Piet of moeilijke problemen toeschuift aan een paar gemeenten in Nederland. Mm-hmm. Nee, dit moeten we samen oplossen. Dus ik wil hier ook absoluut gezegd hebben dat het CDA voor die opvang is. Ja. En dat is niet makkelijk, maar dat is wel belangrijk als je samen het wil oplossen. Gespreide verantwoordelijkheid, bedoel je dat dan ook binnen de gemeente? Binnen de gemeente, maar ook tussen gemeenten onderling. We kunnen niet verwachten dat een paar grote gemeenten alle hete kastanjes uit het vuur halen. En dat wij hier in Drimmelen niks doen. Ja, ja, ja. Maar er kan wel wat gedaan worden volgens het CDA. Er kan volgens het CDA zeker wat gedaan worden. Nou, dat is ook je morele plicht. Ik wens jullie heel veel succes. Je gaat straks zelf het woord voeren. Zeker weten. Nou, succes, komt allemaal goed en we gaan het zien. Dankjewel. Dankjewel. In de plaatselijke pers zult u de uitkomst vastlezen over deze opinievergadering van zowel de papiercontainers of die er komen, als welke locaties van de asielzoekers. In januari 2024 is Drimmelen Politiek weer aanwezig. Ik wens u een hele fijne feestmaand en voor nu, dag.